En ten laatste wil ik dan nog eventjes kort een over uh, mijn nieuwe auto. Want uh, ja, je kunt uh, mij trouwens ook volgen op Instagram. Uh, Instagram.com/WeRNesami. En op Instagram probeer ik een beetje mijn leven te delen. Dan probeer ik uh, te delen wat er allemaal in mijn, in mijn leven omgaat in mijn business, in mijn uh, werk, veel mijn persoonlijk leven. En een van de dingen die uh, vandaag is gebeurd, is dat ik een auto heb opgehaald. Ik ben dus inderdaad 30 jaar oud en ik uh, heb nog nooit een auto gehad. Dus dit is al mijn allereerste autootje. Hartstikke blij mee natuurlijk. Uh, ik, tot nu toe heb ik alleen maar op de fiets van mijn zusje gezeten. Dus uh, ja, dat is nogal bijzonder in de afgelopen... Nou, wat is het? Ik denk drie jaar tijd of zo heb ik alleen maar de fiets van mijn zusje gebruikt. Een enorme uh, oud barrel eigenlijk. Uh, valt bijna uit elkaar. Uh, zit met duct tape aan elkaar vast. De kettingkast is uh, half weg. Maar uh, ja, ik dacht: het is misschien wel tijd voor een autootje. Uh, zeker geen luxe auto of zo. Ik heb inderdaad een portfolio van uh, meer dan 100.000. Dus ik zou prima een Tesla kunnen halen. Maar uh, ja, ik wil niet mijn geld uitgeven aan uh, iets dat eigenlijk in waarde omlaag gaat. Ik wil zoveel mogelijk mijn geld besteden aan aandelen, crypto, dat normaal gesproken in uh, waarde omhoog gaat. Dus inderdaad een autootje gekocht. Een mooie Opel Corsa. Ik kan hem eventjes kort laten zien. Uh, eens even kijken. Ik had trouwens ook een... Uh, <laughs> ik ben helemaal aan een... Aan een hoe heet het? Een, een spending spree geweest. Dus ik heb ook nog een Nespresso apparaat gekocht. Vond ik beter dan een Senseo apparaat. Dat ik ook al iets van tien jaar lang heb. Dus uh, ja, die heb ik ook maar eventjes gekocht. Toen ging ik inderdaad op reis naar, <laughs> naar de auto toe. Dat was nogal een flinke reis. Ik woon in Nieuwegein en ik moest naar Roelof Arendsveen. Dat was een reis van anderhalf uur of zo. Ik moest eerst met de bus het regende nogal, zoals je hier kunt zien. Toen ging ik met de trein, het waren allemaal defecte treinen, dus de rit duurde nog langer dan ik eigenlijk zou willen. Vervolgens moest ik nog een busje pakken om naar Roulefarensveen te komen. Dus ik denk dat deze lange rit eigenlijk wel een teken was dat het inderdaad een goed moment was om mijn autootje te gaan kopen. Ik ging nog eventjes werken in de bus. Ik ben een vertaler en ik maak. Vertalingen of ja eigenlijk kijk ik vertalingen na van andere mensen die vertalingen hebben gemaakt van uh, ja eigenlijk medische teksten. Dus uh, ja ook uh, zeker leuk even de moeite waard. En dit is de auto prachtig autootje natuurlijk een uh, prachtige Opel Corsa 120 op de teller. 120.000 op de teller inclusief uh, 6 maanden garantie en nieuwe APK. Jazeker <laughs> en die heb ik gekocht voor uh, 5000 euro. Dus uh, ja dat is natuurlijk wel, uh, wel leuk om eventjes te bekijken. Dit is de prachtige voorkant. Dit is de oh nee ik wilde de achterkant nog eventjes laten zien. Uh, klikken we er eventjes een paar terug. Zo, dit is de prachtige achterkant. Ik kwam er net achter dat mijn vingertje nog voor de camera staat. Heel professionele cameraman natuurlijk. Maar uh, ja, prachtig autootje natuurlijk. Uh, mooi wit autootje. Dus als je me ooit een keer ziet uh, langsrijden, toeter dan zeker even. <laughs> Niet al te hard toeteren, maar uh, misschien wel leuk om eventjes uh, doei te zeggen als je langs komt rijden. Oké. Okay. Goed, dan hebben we dat ook weer gedeeld. Nogmaals, als je me wilt volgen op Instagram, dan kun je dat doen door naar instagram.com/slash te gaan of van mij gewoon op te zoeken. We Nessami, en dan kom je er wel.